Dames en heren kijkers, wie een beetje heeft opgelet, die weet dat afgelopen zomer zijn er processen geweest bij de rechtbank aan de Parnassusweg 280 in Amsterdam. Dat is bij Amsterdam World Trade Center, Amsterdam-Zuid voor het station. En een hoop mensen zijn daar veroordeeld tot het betalen van €250 strafbeschikking. Eventueel te vervangen door 5 dagen hechtenis. Sommigen hebben een voorlopige straf daarop gekregen. En dat slaat allemaal weer terug op 1,5 jaar eerder. Toen op zondag 28 maart 2021 op het Museumplein weer een groep koffie kwam drinken. Nou, dat was een noodverordening waard. En die noodverordening is pas in de dagen na die zondag ingevuld. Dat weten we uit een WOP-verzoek. Dus van de zomer zijn er al een aantal mensen voor veroordeeld. Ik heb uitstel gevraagd en nu komen ze dus alsnog. Want ze willen mij alsnog zien. En wel op woensdag 15 februari om 15:15. Wederom Parnassusweg 280 in Amsterdam. Dat is 1076AV. De postcode. 1076AV. Maar het is gewoon bij het WTC. Als je erbij wilt zijn, kom vooral. Dan krijg je een beeld van hoe tegenwoordig dan de rechtspraak nog functioneert. En dan krijg je een beeld van hoe ik daarmee omga. Want ik ga natuurlijk niet op mijn rug liggen. Ik ga niet de rechter vertellen hoe ik het op 28 maart 2021 allemaal heb beleefd. Want de rechter luistert niet naar mij. Als de rechter überhaupt al is. Wie er ook zit in die zwarte jurk, die luistert naar wie die kant van haar zit of hem. Daar zit een officier van justitie. En die zal wel even vertellen wat er gebeurt. Die liegt. Het maakt allemaal niet uit. Nogmaals, woensdag 15 februari, 15:15. En er zijn er nog andere ook. Want het is me weer via een andere brief is me verteld. Van ja, je bent niet de enige. We gaan nog wat andere ook doen. Dat staat hier dan weer in. Dus je komt niet voor één geval, maar je komt voor meerdere gevallen. En je kunt geloof ik nog blijven zitten. En dan volgt er daarna nog meer. En ik geloof daarvoor is er ook nog het een en ander. En, nou ja, dat is daar. Politierechter.